Goedendag, mijn naam is Joost van der Made. Ik wil het hebben over de wireless IP-phone. Momenteel hebben we de 7925, maar ook de 7925GEX. Deze telefoon ziet hetzelfde uit als de 25, alleen hij is dus speciaal gecertificeerd om te mogen gebruiken in explosieve omgevingen. Tevens in plaats van IP54 is hij ook IP64 gecertificeerd en zijn werktemperatuur is van min 10 tot plus 50. Hij is dus ideaal voor fabrieken en speciale omgevingen. De enige kleur die we momenteel hebben is geel, zodat je goed opvalt. Binnenkort krijgen we ook de 7926 telefoon. Hij ziet dezelfde uit als de 25, alleen bovenin zit er een kleine inham, want daar zit een barcodescanner. Deze barcodescanner kan 2D barcodes, 1D barcodes, kent je aan. Deze scanner werkt door middel van een Java midlet en deze Java midlet die komt in firmware 1.4. Firmware 1.4 is alleen geschikt voor de 25 en 26 toestellen, dus niet voor de 20 en voor de 21. Een belangrijk iets in deze firmware is ook de langere caller ID veld. En dan zie je aan de schermen onderaan, dus je ziet meer gegevens van degene die belt. Wilt u zelf Java midlets gaan schrijven voor de 25, voor de 26 op developer.cisco.com/web/jmapi/home? Vindt u meer over de MAPI en over de firmware? Ik dank u wel voor het kijken.